Toen een hele grote bruiloft met 200 gasten. En daar heb je, en dat is ook bijna traditioneel, hebben jullie een openingsdans gedaan met z'n tweeën. Ja. Ja, was wel heel erg leuk. Ja. Wij zijn niet van die stijldansen of zo, helemaal niet. We kregen de beelden niet. Ik heb echt... Ik zei, laat nou even zien, Ekke. Maar dat vond hij toch iets te privé. Ja, maar, ja. Het was op I've Had The Time Of My Life. Ja. Wat fijn. Ja, man. Uit Dirty Dancing. Ja. En er zit zo'n lift in, hè. Dan komt zij op Patrick Swayze afrennen. En dan zwiep, dan houdt hij er zo... jullie kennen mij, die scène. En dat kan jij. Want jij bent heel sterk. Ja. Heb je dat gedaan? Tuurlijk. Je slingerde er zo omhoog. Ja, dat was wel iets te hoog gegrepen, ja. Ja? Oh, dat ging niet. Wat heb je dan? Je hebt er een beetje... Ja, ik heb wel opgetild en een mooie show van gemaakt, zeg maar. Maar ja, we hebben wat alternatieven bedacht. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. Ja. Misschien een hele gekke vraag, hoor. Maar kan jij dan op zo'n huwelijksnacht, omdat je zo sterk en zo lenig bent, ook dingen die andere mannen niet kunnen? Ja, je moest eens weten. Een dubbele gay... Een gaylord. Ik ben er nooit bij anderen, dus ik... Dat weet je niet, ja. Dan had ik dan ineens een hele visualisatie bij van allemaal van die... Ja, en nu ook. Ja, jij ook.